Het nettenboeten is een vak. En dat vak wordt hier in Urk uitgeoefend door diegenen die niet meer varen, maar te oud zijn geworden om te varen en aan de wal hun werkzaamheden verrichten. U bent een van die nettenboeters. Ja. Wat moet ik nou eigenlijk begrijpen of verstaan onder boeten? Nou, boeten dat is meestal als netten gescheurd zijn doordat ze aan een wrak op de zeebodem vastgelopen zijn. En dan komen ze aan de wal. En die worden dan gerepareerd door de mensen die niet meer varen kunnen. Ja, hier zijn ook wel bedrijven die nieuw maken hoor. Die staan daar gewoon in daguur. Maar de anderen zijn meestal op die man zijn schuur aan het werk. En dan, dat is wel erg arbeid. Die netten die worden wel machinaal gemaakt. Ja. Maar dan, als ze gemaakt moeten worden, gerepareerd moeten worden, dan komt het nettenboeten in zich. Ja, dan als ze gerepareerd moeten worden, dat gebeurt dan meestal op de schuur van de schipper. Ja. En die heeft dan zo'n man in dienst. En die maakt die netten klaar. Hoeveel meter net kunt u nu per uur repareren? Nou, dat kan ik zo niet schatten. Dat kan je nooit zien, want het is wel dus, ja, dit is erg makkelijk om te maken. Maar als het zo met giewhoutjes allemaal winkellagen gemaakt en dat je eerst uitzoeken moet hoe je de punten eerst in elkaar zetten moet, ja, dan kan je dat nooit te schatten. Ja. Nieuw is wel te berekenen, maar, ja. Maar gescheurd niet. Komen er veel netten kapot terug van de vloot? Nou, als je dat in een week zou zien, zou je wel van verschieten hoor. Ja, ja. Is dat omdat er ook slordiger gevaren wordt dan vroeger? Of omdat er meer vuil op de bodem van de oceaan ligt en meer rommel? Nou, dat komt vanzelf ook meer, omdat die schepen die worden groter en sterker. En die leggen vanzelf veel meer lengte door het water af. Dus ze lopen ook alle kans dat het scheurt. En slijt vanzelf ook. Nou maakt u netten, u boet netten, dat doet u thuis, uw vrouw is vaak in de buurt. Vroeger gevaren, vindt u dat leuk om samen met uw vrouw? Nou, dat doet mijn vrouw, die zit meestal in de poppen, dat heb je wel gezien. Die doet niet in de netten, ja. Dan bemoeit ze niet mee. Want, goed, maar de vrouw die is hier niet de baas, maar die moet het altijd alleen doen. Ja. En vandaar, ja, de man gaat maandags weg en die komt vrijdag of zaterdag thuis. Dus alles wordt aan de vrouw overgelaten. Opvoeding van de kinderen, de beurs, zal ik zeggen, het geld. Dat moest allemaal zelf, dat is allemaal werk van de vrouw. Ja. Dat kan niet anders. U bent al een hele lange tijd Urken. Wat is uw mening over de Urken vrouwen? Ja. Nou. De vrouw staat nog steeds achter u. Ja, ik heb al 45 jaar en dat wil wat zeggen. U bent al 45 jaar getrouwd met een Urken vrouw, dat wil wat zeggen. Akkoord. Gaat u weer gauw door met boeten. Dank u wel, meneer.